Op dit moment is in het Scheepvaartmuseum de tentoonstelling Fixed Flow te zien, waarin ik heb geprobeerd om sleepproeven van modelschepen fotografisch te verbeelden. Veel van mijn werk gaat over hoe omgaan met technologie. Ik heb ook eerder proberen luchtstromen te verbeelden. En wat voor mij als kunstenaar de uitdaging is, is om iets wat eigenlijk moeilijk zichtbaar is, in beeld te brengen. Ik vond het een mooie tentoonstelling. Ook heel erg mooi om het hele proces te zien. Je ziet eerst de boten die gemaakt zijn van 3D-printen modellen. En een groot waterbassin. Vervolgens zie je een film wat uitleg geeft over dat hele proces. En daarna zie je pas de grote werken. En dat vind ik heel erg mooi werken, want dan begrijp je het hele proces. Hij neemt gewoon één onderwerp en dan gaat de techniek eromheen. En wat een heel nieuwe wereld voor hem is. En hij pakt daar dus iets uit wat voor hem heel bijzonder is. En hij maakt daar dan dus een esthetisch object van. Super bijzonder.